Jeetje, Mina. Oh jee. Ja, dit was niet helemaal de bedoeling. Mijn fabriek doet het niet zo goed. Dus ik moet nogal vaak naar de wc. Ja, dus er zitten wat dingen mis in die fabriek. Maar ja, goed. Hopelijk kunnen jullie daar een beetje een oplossing voor gaan zoeken. Ik ga nu eventjes... ik ga weer eventjes weg. En dan komen we straks weer bij je terug. Doei. Nou, daar ben ik weer hoor. Het gaat een beetje beter nu. Weet je wat nou wel heel tof is? Ik heb contact gehad met de assistent van Frits Kaan. En Frits Kaan die is onwijs goed in het maken van menselijke fabrieken. Dus ik ga zo eventjes met de assistenten bellen. En dan ga ik even kijken of we haar in beeld kunnen krijgen. Zodat zij met jullie ook aan de slag kan gaan voor het ontwerpen van die fabrieken. Want het is wel heel fijn als het allemaal goed komt. Nou, succes ermee en tot later. Doei! Hi, Karien. Ik ben Hilke Zoontjes. Ik ben de assistent van Frits Kaan. En ik heb je vraag gehoord en inderdaad, ik kan jou helpen. Ik heb hier een krijtje, ik heb wel even tijd nodig, want ik heb hier namelijk, kunnen jullie me zien? Dit is Ibbe en ik ga Ibbe even overtrekken. Momentje. Ik denk dat het gelukt is, laten we eens even kijken. Ibbe, je kunt opstaan. Kijk. Daar ligt Ibben. En als Ibben zijn mond hier is, dan gaan we eens even kijken of we daar een boterham in kunnen stoppen. Zo, daar is die boterham. En die boterham, die gaat dan naar binnen. Dus even kijken wat er dan gebeurt. Kijk, Karien, als je nu ziet, gaat de boterham gaat hier naar binnen en wordt vermalen hier door de tanden. Eens even kijken of we daar iets voor hebben. Ik vind dit wel kunnen lijken op tanden. Misschien nog een paar erbij. Ik heb hier allemaal van die bakjes. Zo, allemaal tanden. Ik heb nu een aantal tanden bijgevoegd. Hier komt er speeksel bij. Nou, dat speeksel, dan gaan die boterhammen, die gaan hier naar beneden. En dan krijg je hier, komen ze in de darmen. En dan komt er maagzuur bij. Even wachten hoor. Zoals je misschien kan zien, heb ik maar eventjes aan mijn smurfer gevraagd of ze mij kunnen helpen bij het verteren van die boterham. Want kijk, als het nou door de darmen heen gaat hier, die zijn natuurlijk eigenlijk in het echt veel, veel, veel langer, dan worden het uiteindelijk suikerklontjes. Nou, die suikerklontjes, die moeten... Ik vraag even aan Tweety om mij te helpen, want Tweety, die kan die suikerklontjes dan wel weer opstapelen. Die suikerklontjes, die komen dan ook weer in de bloedbaan. Dus even kijken of we nog een bloedbaan hebben. Kijk, dit vind ik wel een mooie bloedbaan. We hebben er nog eentje. Even kijken. Ik heb hier nog, nog een bloedbaan. Zo. En nog eentje. Zo. En nog één. Zo. En daar gaan dan die stoffen in. Maar ik zal je vertellen, niet alles van die boterham wordt gebruikt. Ja, dit is natuurlijk wel eventjes een dingetje. Want alles wat het lichaam niet gebruikt, dat wordt uiteindelijk poep. En dat komt als poep en plas weer uit je lichaam. Nou, dat is een helder verhaal. Dat is wel heel erg praktisch, zeg. Dus ik moet eigenlijk dus mezelf even uittekenen. Van hoofd tot voeten. Maar of de benen er nou bij hoeven, dat weet ik eigenlijk niet. Dat moet je zelf maar bepalen. En dan moet ik dus eens gaan nadenken over wat er dan allemaal gebeurt als ik dat eten in mijn
mondsteek. Dat kan ik natuurlijk zo doen als de assistente van Frits Kaan heeft laten zien. Door op de straat te gaan liggen en mezelf om te trekken. Maar ik kan er natuurlijk ook een tekening van maken. Waar ik met potlood en krijt en allerlei andere materialen die weg van dat voedsel laat zien. Maar wat ze ook deden, dat vond ik ook wel heel leuk, is dat er allemaal andere elementen in zitten. Zoals die poppetjes en stokjes als standen. Dus ja, het kan echt gewoon een kunstwerk worden, zo'n fabriek. Jeetje. Ja, dat zou wel heel erg cool zijn als ik dan mezelf van binnen zou kunnen zien. Nou, ik ben heel nieuwsgierig wat er allemaal voor soort fabrieken uitkomen. Want ik denk dat ik jullie hulp daar nog wel voor nodig heb. Dus dat ik wat beeldmateriaal krijg van jullie. En ik zal dan aan het eind van het filmpje hier zo, zal ik dan een mailadres erbij zetten, zodat jullie dat naar mij kunnen opsturen. En dan zal ik daarna eens een fabriek gaan samenstellen die mij kan helpen. Dat zou echt super cool zijn. Oh, dat zou echt fijn zijn, jongens. Oké. Nou, ik zeg tot de volgende keer. Want misschien heb ik jullie hulp nog wel een keer nodig voor iets heel anders. Oké, dag!